I stand here as a proud co-rapporteur on behalf of the SND-groep because the Socialists and Democrats led the fight to revise the Posting of Workers' Directive. Je kwam hier in 2014 met een doel. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik kwam natuurlijk uit de vakbeweging en heb gezien hoe collega's elkaars concurrenten werden. Omdat collega's uit Oost-Europa onderbetaald werden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus ik dacht, ik wil die herziening van de detacheringsrichtlijn en ik wil dat hier in het parlement geregeld hebben. Het lijkt toch zomaar te gaan lukken. Workers should be colleagues instead of competitors. Het is belangrijk dat collega's elkaar ook als collega's kunnen zien en niet als concurrenten. Ik denk dat het belangrijk is dat wanneer mensen naast elkaar werken, ze gelijk behandeld worden. Let's call upon the member states to endorse the new rules, so that posted workers receive the same salary and the protection as the local workforce, and that we finally have fair conditions and fair competitions for all workers and all companies in the EU. Europa is de samenwerking zoeken, luisteren naar elkaar en kijken of je één gezamenlijke lijn kan ontwikkelen. En laat nou die gezamenlijke lijn gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek zijn. Ik ben vandaag een gelukkig mens.